halen voor Mbappé. Eerste kans uit de goal. Oh, De Bruyne. Oh, De Bruyne. Oh, Courtois met een geweldige hand. I've always dreamt of winning this competition. So now I'm gonna touch that cup. Dag iedereen, welkom bij de Champions Club, de voetbalpodcast van Pixsports over de UEFA Champions League. Met deze week op speeldag 2 weer de aloude formule. Gewoon 2 dagen, dinsdag en woensdag Champions League en niet de volle 3 dagen na elkaar. En in de studio ook gewoon aloud 2 gasten, zoals altijd. Met vandaag onze hoofdcommentator Peter van den Bemt en ook met de chef voetbal van het Nieuwsblad. Dag Ludo van der Wallen. Dag Nicola. Ludo, ik ga bij jou beginnen. Je bent hier denk ik al 1 keer geweest in het recente verleden, maar dat was met collega Nicole Nee. Klopt. De Champions League, wat betekent dat voor jou? Hoe kijk je daarnaar? Ja, topcompetitie. Ja, ik denk niet dat ik hiermee een open deur intrap. Het beste van het beste op het vlak van Europees voetbal, zelfs van het wereldvoetbal, vind ik. Dus, en nu met die nieuwe formule. Bijzonder interessant om dat eens te volgen, om eens te kijken en dat we dat dan eind januari eens kunnen beoordelen. Was dat nu beter, was dat nu slechter dan de vorige jaren? Wat zegt je eerste gevoel daarover? Tot hiertoe, beter. Ik denk dat we in die eerste wedstrijden toch al redelijk veel open wedstrijden hebben gezien, wat in het verleden toch een beetje minder was. En ja, ik verwacht daar toch wel heel veel van. Het is natuurlijk voor de voetballiefhebber aanpassen dat het 8 verschillende tegenstanders in 1 wedstrijd, ja. in zo'n, vooral dat klassement natuurlijk. 36 ploegen. Ja, hoe werkt dat nu eigenlijk? Er moeten strategieën voor bedacht worden nog, denk ik. Maar ik vind het wel interessant om iets te weten. Het is iets anders. En ik denk de argumenten van UEFA om het te veranderen, dat die wel correct waren. Want het was toch al te veel dat het na 4 wedstrijden beslist was in de groepsfase. Ja, nee, zeker. Ludo, jouw aanwezigheid hier vandaag heeft ook een beetje te maken met een primeur die wij mogen bekendmaken. Jij mag dat doen. Ja, dat wij een samenwerking hebben afgesloten met Proximus. Dat is dan win-win, zoals we dat noemen. Proximus, voor ons, voor het Nieuwsblad, qua Champions League uitzendingen het beste wat er is. De beste commentatoren, en ik zeg dat nu niet omdat Peter hier zit, de beste heel goede analisten. Geert Verheijen, Frankie van der Els, allemaal mannen die wij ook graag bellen van op de krant, om hun licht te laten schijnen over een bepaald feit. Dus vonden we dat wel een win-win. Wij zullen ook eens meegaan met een wedstrijd van de Champions League, waar we dan achter de schermen gaan volgen wat de commentatoren doen. Ja. En aan de andere kant is het dan commercieel dat wij ook een beetje publicitaire ruimte geven aan Proximus. En wij hebben ook de columnisten bijvoorbeeld. Wij hebben 4 columnisten nu van Proximus die voor elke speeldag van de Champions League hun licht laten schijnen over wat we mogen verwachten. Oké, goed. Peter, jij bent ook al even columnist, hè? Heb ik hier net gehoord. Voor het nieuws, ik ben aan mijn 18e seizoen begonnen. Ja, oké. Okay. Kijk, dus dat is een perfecte samenwerking. Ja, ja. 18 seizoenen, Peter. Ja. Waarover ging je laatste column? Oei, Brian Riemer en Vincent Kompany. Ja, ik herinner mij nog. Verdedigd, kort door de bocht. In elk geval de kritiek genuanceerd, want die was in vergelijking met de anderen toch iets te gortig. Maar ik weet nog waar Ludo mij gevraagd heeft om of ik geen columnist wilde worden voor het laatste nieuws. En ja, zoals wel meer belangrijke... Voor het laatste nieuws. Pardon. Zoals wel meer belangrijke contacten zijn die gelegd in het toilet. In het toilet? Ja, ergens in Spa of zo, waar er een event was van de Pro League. Niet de grote prijs Formule 1. Nee. En dus... voilà, dat herinner ik me nog. Dat is een zeer opvallende locatie. Goed. Hoe lang ben jij als chef voetbal van het Nieuwsblad dan? Ja, sinds 1998. Dus 1998. Dus dat was één... Ik zal niet zeggen van je eerste ingrepen, maar na 1 jaar of 5 heb je gezegd, die moeten we hebben. Peter van den Bemt. En hij schrijft heel goed ook. Hè. Hij is niet alleen een goede commentator, hij schrijft ook heel goed. Moet daar veel aan geredigeerd worden? Niks volgens mij. Ja, denk het niet, hè, Peter. Mag ook niet, hè. Ik zie het niet meteen binnenkomen. Nee. Als eerste. Allee, ik lees ze altijd wel origineel, maar ja, dan lees ik ze niet altijd opnieuw op de site of in de krant. Lees er niets aan. Oké, dat begrijp ik. Af en toe moet er een keer een zinnetje uit, omdat het te lang is. Te lang, oké. Als het dat maar is. Maar ook dat niet te vaak. Ik probeer je weet hoeveel tekens je mag gebruiken waarschijnlijk. Ludo, als je naar onze uitzendingen kijkt op Proximus, kijk je dan naar de multilife of kijk je naar matchen afzonderlijk? Altijd multilife. Altijd multilife, want dat is echt de ene mens...
kiest voor de Multilife altijd en de andere kiest altijd één wedstrijd uit. Maar jij bent kamp Multilife. Ja, ik zal meer zeggen. Ik vind dat de beste televisieprogramma's die er zijn. Vroeger, toen de Belgische competitie, Jupiler Pro League, op zaterdagavond nog met 4-5 wedstrijden werden gespeeld, vond ik dat zalig om daar naar te kijken. Je was van alles op de hoogte om 22:30 s'avonds. Dat is nu spijtig genoeg niet meer. Maar qua Champions League vind ik dat ook schitterend. Mm-hmm. En ik zeg dat nu niet omdat Proximus dat doet. Want als concurrenten van jullie dat doen, dan zeg ik precies hetzelfde. Ja, maar er is maar één originele, Ludo. Dat zijn wij. Al de rest is afkoksel. Ludo, als je moet kiezen, dan nog een keuze. Jupiler Pro League of Champions League? Jupiler Pro League. Toch, ja, omdat je die voeling... Omwille van de nabijheid. Het is toch gemakkelijker om over bepaalde dingen te oordelen, omdat je toch veel meer achtergrond hebt om een mening over te geven. Terwijl Champions League is voor mij, zoals ik het volg, meer ontspanning. Ja, en ietsje verder van ons. En iets verder vanaf. Het is natuurlijk super kwaliteit dat je ziet, maar het is wel verder af. Ja. Maar de eerste match die we hier gaan bespreken, Ludo, is een ideale mix van beide. Want we gaan het hebben over de wedstrijd tussen de Oostenrijkse kampioen Sturm Graz en de Belgische kampioen Club Brugge. Dat is voor komende woensdag. Peter, je hebt commentaar gegeven op die wedstrijd voor de radio. Club Brugge dan, op bezoek bij Charleroi. Wat is jouw conclusie? We zijn nu eind september. Ja, dat was niet bepaald geruststellend. Ja, dat was niet bepaald geruststellend, eerlijk gezegd. Ze hebben al veel beter gevoetbald dan ze daar hebben gedaan. Dus, en al een pluim ook voor Charleroi, Rick de Mil. Die Club Brugge toch eigenlijk wel met de borst vooruit hebben tegemoet getreden. En het voetbal was matig. Wat Nicky Haye ook zei. Ja, toch een beetje de intensiteit. Zeker in de tweede helft. En oké, ze hadden voor de rust ook wel een doelpunt of twee kunnen maken. Voor alle duidelijkheid. En zelf niet al te veel weggegeven. Maar in de tweede helft had je niet de indruk dat Club Brugge nog ging terugkeren. Integendeel, zonder Mignolet werd het 2-0. Hadden ze altijd moeten doen. En was het een nederlaag geworden. En dan ga je toch met een heel slecht gevoel naar die Champions League. Want je hebt net wel een heel goede wedstrijd gespeeld, maar verloren van Gent. En dan nog een keer verliezen op Charleroi voor de Champions League eraan komt. Dortmund was dat er ook nog voor. Ja, dan dat zou toch niet zo prettig zijn. Dus die late lucky goal eigenlijk ook van Aken heeft toch redelijk wat goed gemaakt. Maar ja, je hebt de indruk dat ze tegen Dortmund het echt goed gedaan hebben. Misschien net iets minder goed dan ik overal heb gehoord achteraf. Dat was toch, zeer veel lof, ja. Ja, maar toch prima gedaan. Ja. Ze hebben ook geen 20 kansen gehad om die wedstrijd te winnen, maar toch goed gedaan. En tegen Gent zeker ook, maar ja, dat niveau, daar wacht ik nu toch alweer even op. En dat was het zeker niet. En ik weet wel, om vrijdagavond naar Charleroi, slecht weer, ver van huis. Ja. Champions League komt eraan, hè, dat begrijp ik allemaal wel een beetje. Maar ja, ik denk dat er toch, ze vergaderen veel bij Brugge, hè, zoals wordt in groepjes besproken. Dus ik denk dat daar toch een paar jongens aan de oren moeten getrokken worden om ook in dat soort wedstrijden toch iets scherper te zijn. Zeker defensief. Ja. Ludo, jouw analyse na een maand of twee seizoen, Club Brugge wisselvalligheid, is dat het grootste probleem? Ja, mij verraste de prestatie van vrijdag eigenlijk wel. Ik had ze ook beter verwacht na Dortmund, waar het de eerste stap. Tegen Gent was het ook goed. Ze verliezen wel twee keer. Maar ik had ze inderdaad ook wel beter verwacht. Ik dacht op een bepaald moment, nu zijn ze gelanceerd. Dat was niet het geval. Nu, zoals Peter ook zegt trouwens, Charleroi was ook niet, was goed ook eigenlijk. Ja. Hè? Dus het was wel moeilijk. En dan een puntje halen op Charleroi met 10 man in het laatste half uur, vond ik eigenlijk nog wel redelijk oké. En als er nu al iets bewezen is dat die Champions League toch een andere competitie is. Tot Dortmund, waar wij ook nog niet vol lof over Club Brugge. Dus, en dan tegen Dortmund spelen ze een heel goede wedstrijd. Dus ik denk niet dat we daar een conclusie mogen aan verbinden met het oog op Sturm Graz. Sturm Graz, is het voor jullie al mogelijk om de sterkte van die ploeg in te schatten? Ze hebben afgelopen weekend gewonnen tegen Blau-Weiß Linz 1-2. Voor de rest nog nooit van gehoord van dat elftal. Ze staan aan de leiding in de competitie daar, maar RB Salzburg heeft wel 2 wedstrijden minder gespeeld. We kennen die ploeg niet zo goed, hè? Nee, ik ken de ploeg helemaal niet. Ik heb ze ook nog niet zien spelen. Dus ik verlaat mij een beetje op wat Frankie van der Els mij zei. Die wel al een paar wedstrijden had gekeken. Zegt, jong elftal. Zit stevig in elkaar. Schakelen heel snel om. Maar hebben vooraan blijkbaar toch een probleem om echt dan concreet gevaarlijk te zijn en doelpunten te maken. En als je kijkt, ik zou liever bij Sturm Graz gaan spelen dan bij wat Unione niet moet doen. Het is thuis, maar dan bij Bodø Glimt. Want ik heb ze naar de resultaten gekeken
kijken van de voorbije jaren in Europa, ja, dat is ook niet bepaald indrukwekkend. Het is niet dat ze bijvoorbeeld een ijzersterke thuisreputatie hebben opgebouwd de voorbije jaren. Nee, veel nederlagen tegen ploegen van een beetje naam en faam. Altijd uitgeschakeld ook in de voorronde van de Champions League uiteindelijk. Dus ja, kijk, als je ambitieus wil zijn en de tussenronde wil halen, dan moet je gewoon winnen. Mm-hmm. Zo simpel is het. Ja, absoluut. Er speelt ook een landgenoot overigens bij Sturm Graz. Dat is Dimitri Lavallée. De eerste wedstrijd in de Champions League was geen succes voor hem en voor zijn ploeg, want ze verloren Sturm Graz met 2-1 bij Stade Brest. En Lavallée die pakte zelf ook 2 keer geel. We hebben hem kunnen spreken via videocall. Het was natuurlijk een rode kaart waar hij het hart van in was. Forcément, c'est pas les débuts souhaités. Ça, je vais pas mentir non plus. C'est pas du tout les débuts dont j'avais rêvé, dont j'avais pensé. Maintenant, voilà, on sait que le football c'est comme ça. C'est une question un peu de destin. Honnêtement, il y a eu beaucoup de frustration en moi à la fin du match et au moment de cette carte rouge, parce que je savais que forcément c'est un match que j'allais rater, et d'autant plus que c'est un match contre Bruges qui a une autre saveur pour moi. Donc oui, j'étais forcément très très déçu et très frustré à ce moment-là. J'aurais préféré finir le match et pouvoir me dire que je pouvais jouer le suivant. Ja, Dimitri Lavallée, ex-verdediger van Sint-Truiden en KV Mechelen. Dat is ook wel best opvallend, hè, dat die nu ook Champions League speelt. Oké, hij gaat deze match niet spelen, maar hadden jullie dat in hem gezien een tijd terug? Nee, eerlijk gezegd niet. Is nu 27? Ik vond het eigenlijk een redelijke doorsnee speler. Die zijn plaats had in de Jupiler Pro League. Maar om nu in de Champions League actief te zijn, dat verbaast me ook wel. Ja, dus zegt toch ook iets over het niveau van de Sturm Graz. Het enige wat je moet zeggen is dat ze toch kampioen geworden zijn voor Red Bull Salzburg. En die ploeg kennen we nu wel al de voorbije jaren. Die hebben het wel al vaak goed gedaan op de Europese scène. Daar zijn ze dan toch na een aantal jaren aan vooraf gegaan. Dus absoluut. En ze hebben ook iets moeten ze wel kunnen. Ja, ze hebben ook nog de beker gewonnen, hè, in Oostenrijk. Dus dat succes kwam voor velen onverwacht. Maar ook dat vond Dimitri Lavallée toch niet helemaal terecht. Het zat er wel een beetje aan te komen, zei hij. Non, pas du tout. Maintenant, je savais que c'était un club ambitieux. Pour avoir vu un petit peu et suivi les résultats des années auparavant, ben, je savais qu'il allait gagner la Coupe. Au moment où je signe, je suis loin de me douter que quelques mois après, on finit champion et on gagne la Coupe et on fait le doublé. Et c'est sûr que ça reste une expérience magnifique. Et il y a eu un parcours aussi en Europa League et puis en Conference League par la suite qui a été aussi plus que satisfaisant pour le club et pour nous. Ja, Sturm Graz heeft ook iets met België. Sorry? Ze hebben in die poelenfase, denk ik, 4 punten gehaald. Zo geweldig was dat. Dat weet ik niet meer uit het hoofd. Ja, maar ze waren blijkbaar zelf tevreden dan. Okay. Sturm Graz heeft iets met België, hè, Ludo? Jan-Pieter Martens, zegt je dat nog iets? Ja, zeker. Die heeft daar ook gespeeld, dacht ik. Hè? En er is nu zelfs een link met Club Brugge, want die is hoofdscouting geworden van Blauw-Zwart. Jan-Pieter Martens, ja, dat is door de mazen van het net geglipt, moet ik zeggen. Ontgaan, ik had hem eigenlijk graag ook een keer gebeld, maar dat was niet meteen volgens het mediaplan, denk ik, van Club Brugge. Het mediaplan, jammer. Maar goed, we kunnen het wel natuurlijk aan Lavallée zelf vragen, speler van Sturm Graz. Wat zijn nu die sterktes van Sturm Graz dit seizoen, volgens hemzelf? On est une équipe qui joue avec nos qualités, avec nos moyens. Maintenant, c'est sûr que ce sera un exploit pour si on pouvait le faire. Mais je pense que notre objectif premier, c'est de prendre match après match, de donner le meilleur de nous-mêmes et d'essayer de prendre le plus de points possible et de montrer justement à l'Europe qui on est vraiment. Je pense qu'il y a une équipe où on peut s'identifier justement dans notre style de jeu, dans notre mentalité, ce serait le Cercle de Bruges. Je vais dire notamment où ils ont un coach autrichien aussi qui a l'expérience du championnat d'Autriche et qui joue en fait un jeu direct, qui met un gros pressing, qui met l'accent sur le pressing et l'intensité. Ja, pressing, intensiteit, vergelijking met Cercle Brugge sluit een beetje aan bij wat je zei, denk ik, Peter. Ja, maar goed, dan houdt dan toch een waarschuwing in voor Cercle Brugge. Want dat is toch wel dat de voorbije jaren tegen dat voetbal van Cercle Brugge niet zo eenvoudig geweest. En het is natuurlijk pech voor club dat je deze tegenstander op verplaatsing moet bekampen in het nieuwe systeem. Als je die thuis krijgt, is dat ook een heel ander verhaal, denk ik. Ja. Dus ik kan er mij wel iets bij voorstellen dat het stadion uitverkocht is. Dat ze na een afspraak in de Champions League de allereerste
eerste keer dat ze daar 500% gaan geven. Dus ja, Club Brugge zal beter moeten zijn dan in Charleroi, want voor je het weet heb je toch een probleem. Ja, absoluut. Ze zijn wel ook een centrale verdediger naast Lavallée nog kwijtgeraakt. Een kerstvers Zwitsers international, Wüttrich, die heeft zich zwaar geblesseerd op de openingsspeeldag. Dus ze zijn defensief wel een beetje verzwakt voor wat het waard is. Ludo, reis je mee naar Oostenrijk? Ja, ik vertrek morgen. Alright. Ben je er al geweest, Sturm Graz? Ik ben er eens geweest met Germinal Ekeren. Oh, kijk, over welk jaar spreken we dan? Ik denk eind jaren 90. De Stanny Gezil was daar trainer. En dat was zijn Waterloo. Want Germinal Ekeren had thuis met 3-1 gewonnen. Maar is Ginder met 2-0 gaan verliezen. En ik weet nog dat de toenmalige voorzitter van Germinal Ekeren, Jos Verhagen, na de wedstrijd zei van hier gaan we niet mee verder met Stanny Gezil. Maar dat ging wel over iets anders toen. Toen UEFA Cup of zo? Of, ja, dat was, was meer een ego-kwestie. Want er was net een nieuwe voorzitter gekomen met Jos Van wel en Jos Verhagen wilde dat niet meer en Jos Verhagen wilde Gezil niet en Van Wellen had Gezil gekozen. Echt, dat was echt, daarover ging een dat ego kwestie in het voetbal, Ludo, dat verbaast ons toch dat allemaal kan. Zelfs in de middeleeuwen was dat. Ik ben zelf ooit een keer met Germinal Ekeren naar Rode Ster Belgrado geweest. Ook geweldig, ja. Formidaal, 100.000 man, een geweldig onweer. En ja, ze plaatsen zich met 2-4, dacht ik. Een gelijk spel toen. Een gelijk spel, Ginder, terugwedstrijd. Ik denk nog een doelpunt van Radzinski. Ja. En het enige wat ik me daarvan herinner is dat we waren met de bus vanuit Ekeren naar Zaventem gereden. En dus gingen we uiteraard na de wedstrijd of de dag nadien met de bus weer terug. En Champagne Charlie, was dat de schoonvader niet van Radzinski, die had voor champagne gezorgd op de bus. En tegen dat we in Ekeren waren, waren we allemaal boven ons theewater de dag nadien. Want het was toch Young Charlie was dat toen. Young Charlie, ja. Hoe ben je dan thuis geraakt van Ekeren? Ja, daar moet ik nog eens over nadenken. Ja. Alright, kijk, Germinal Ekeren. Formidabel. Dat was ook geen Champions League, denk ik. Nee. Ik denk dat dat zelf op de seizoen was. Ja, het zou kunnen. Nou ja, wie weet, het zou kunnen. Herman Helleputte was trainer, dat weet ik. Ah nee, dan moet het... Alhoewel, dat zal misschien al geweest zijn nadat de Gezil buiten gegooid was. Wie weet. Want ze zijn uitgeschakeld door Sturm Graz, dus dat kan niet. We wijken af. Peter, wat is jouw programma deze week? Dus morgen Arsenal tegen Paris Saint-Germain. En dan blijven we in Engeland en treinen we door naar Birmingham voor Aston Villa tegen Bayern München, de hit van het moment. Ja, oké. Okay. Dat is een leuk Engels programma. Ja, ja. Misschien moeten we het chronologisch aanpakken en met Arsenal beginnen. Mogen we zeggen, mannen, dat Arsenal en PSG allebei een teleurstellende eerste wedstrijd op dit kampioenenbal achter de rug hebben? PSG dat nipt won van Girona met 1-0 en Arsenal een gelijkspelletje in Bergamo. 0-0. En daar bleek wel dat ze misschien al meer bezig waren met de wedstrijd tegen Man City van een paar jaar later. Die indruk wekte ze toch in elk geval. Ja. En je zou kunnen zeggen, als je de wedstrijd tegen City gezien hebt, bleek ook waarom. Mega belangrijk. En ze denken natuurlijk, oké, die Champions League, dat kunnen we later nog wel rechtzetten. En ja, inderdaad, de clash tegen City was toch zeer vreemd. Omdat Arsenal daar ineens speelde zoals het dat eigenlijk niet wil. Want ja, met Arteta willen ze toch aanvallend voetbal brengen. Het zijn toch allemaal adepten van Pep Guardiola. Dit was gewoon, ja, ik denk dat ze bij wijze van spreken 20% balbezit hadden, ongeveer. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat die twee ploegen nog een beetje moeten roderen eigenlijk. En Paris Saint-Germain heeft echt al goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. Ze zijn begonnen aan een nieuw verhaal. Zonder sterren, eigenlijk moet je zeggen. Mbappé is verkocht en hoewel Al-Khelaifi graag grote namen wilde aantrekken, is hij gestuit op een net van Luis Enrique en ook van Campos, die gezegd hebben, nee, wij trekken jonge spelers aan en we proberen hier een elftal te bouwen, waar hij vorig jaar al mee begonnen was. Mm-hmm. Toen bleek dat Mbappé zou vertrekken. En dus ja, dat gaat een beetje op en af. Maar ja, bij momenten, en goed, die wedstrijd dan niet, maar bij momenten is het af en toe wel opwindend om naar te kijken. Zeker als Barcola, zoals afgelopen vrijdag. Ja. Want hij was al een wedstrijd of twee wat minder, ook in vorm is. Blijft het ook een lust voor het ook. Ik vind het opnieuw een heerlijk elftal om naar te kijken. Ik kan er niet aan doen. Ja, ik verwacht ook wel wat van PSG dit jaar omwille van het feit dat daar nu alles is opgekuist, zo mogen we het wel zeggen, zeker in de ogen van Luis Enrique. En ik verwacht echt wel dat ze het beter doen dan de vorige seizoenen. En wat is jouw persoonlijke gevoel daarbij? Had je liever dat PSG met al die vedetten, of heb je het zoals Peter ook wel voor een jonge ploeg die gewoon heel goed voetbal speelt onder een goede trainer? Ja. Dat tweede, dat natuurlijk tweede. De frisheid ervan, hè, van zo'n Barcola, als je dat nu noemt, als je die speler nu noemt. Dat is iemand die brengt iets bij, dat is een nieuw gezicht. En je ziet dat hij nog
speelt met zijn hart. Dat was natuurlijk op het einde met Mbappé veel minder het geval. En met Messi en Neymar het seizoen voordien eigenlijk nog minder. Mm-hmm. Dus dat is het wel. En Luis Enrique kan wel een ploeg maken en kneden en ze telkens klaarmaken voor de wedstrijd. Dat was ook een probleem in het verleden. Die jongens die waren soms niet klaar. Die verloren vreemde wedstrijden. En ik denk dat nu wel voorbij zal zijn. Het is natuurlijk een jong elftal, maar ik denk toch dat zij weer gaan geraken. Ja, eigenlijk hadden ze vorig jaar al gemoeten als ze de finale moeten spelen. Eigenlijk, want ja, tot op vandaag krijgt niemand uitgelegd hoe ze zijn uitgeschakeld door Borussia Dortmund. En dat was er nog met Mbappé. Geweldige match ook gespeeld op het veld van Barcelona bijvoorbeeld. Dus ja, ze waren toen al eigenlijk in de goede flow. Maar goed, afgebroken dan. Om ver te geraken dan finale te spelen. Hebben ze voorin voldoende, Peter? Centraal, ja. Daar heb je dus Ramos die nog geblesseerd is. Ja. En dan heb je Colomouani die uit de gunst ligt van de trainer. Ziet er geen diepe spits in eigenlijk. Ja. Wil hem gebruiken aan de zijkant. Maar goed, daar heeft hij met Barcola en Dembélé op dit moment beter. Dus hij heeft het opgelost met Asensio. Die daar dan als een soort... Is dat genoeg? Als een soort valse negen. Ja, maar om de Champions League te winnen, dan zijn we natuurlijk met een ander verhaal bezig. Dus dat zal nog moeten blijken. Maar ja, want we spraken best van Osimhen en dat ze zijn. En die wilde elke live wel aantrekken. Maar ja, blijkbaar hebben ze dat toch dan geweigerd. Niet opnieuw een grote vedette naar wie alle aandacht naartoe gaat. Dus ja, het valt af te wachten. Maar veel kwaliteit daarachter ook nog wel. Mm-hmm. Met Neves die zich daar ontwikkelt. Je hebt Vitinha. Je hebt Ruiz die toch heel goed was op het Europees kampioenschap. Dus, en die Pacho achterin, die draait gewoon mee. Ja. Valt niet op wat een compliment is. Goed, ja. Ja? Mm-hmm. Wat een compliment is naast Marquinhos. Dus ja. Die João Neves in L'Équipe werd die vrijdag de sleutel genoemd van het elftal. Ja, was een heel een artikel. Jonge Portugees. Ja, ja, jonge Portugees inderdaad, die in geen tijd zich ontwikkeld heeft tot een soort patroon eigenlijk. Wordt een beetje vergeleken met Verratti uit een verder verleden. Hopelijk fitter dan Verratti. Ja, inderdaad. Vaker en minder gele kaarten pakken als het zou kunnen. Maar ja, is zeer veelbelovend. Goede actieradius. Slimme voetballer ook. Die een heel actieradius heeft, die veel terrein bestrijkt. En nu al, maar goed, dat is dan de waarnemers die het alle wedstrijden bekijken, dus van Paris Saint-Germain, ja, maar cruciaal genoeg voor het evenwicht. Vooral ja. in het elftal om daar... Ik herinner me wel, vorig seizoen, denk ik, was het Ugarte, die werd in het begin ook bejubeld, dat hij het zo goed deed, en die is intussen al weg naar, ik ben het kwijt, is weg, hè. Ja. Dus ik hoop voor Neves dat het beter blijft evolueren. Ja, ik vind het ook wat vroeg om hem nu al de sleutel van het elftal te nemen. Ja, maar bon... En je hebt daar nog Sayer Emery lopen ook, die is, ja. Ja, is echt wel... Ik vind echt een Mendes op de linkerkant. Hakimi op rechts, als die in vorm is. Ja. Nee, het kan zeker een van de... Fijn elftal. Van de outsiders worden. Dus in principe, als ze allebei willen voetballen, wat normaal het geval zal zijn, ook Arsenal, ja, moet dat een ronduit geweldige wedstrijd worden. Arsenal, Ludo, heb je het voor Arteta en de manier waarop hij normalerwijze voetbalt met de Gunners? Ja, absoluut. Ik vind het... Arsenal kennen we uit een ver verleden. De Arsenal-scoren, iedereen kent die nog. In der tijd ook. Dan met die ijzersterke verdediging, met Adams en zo. Dus, maar nu is het veranderd en ik denk dat een goede is van Arsenal. Toen werden ze ook derde en vierde. Behalve dan in de periode van Thierry Henry. Maar dan zijn dat de derde, vierde. Uiteindelijk zakten ze dan steeds verder weg. Dan kun je beter derde en vierde worden met het voetbal dat Arteta brengt, vind ik. En toch, dus die eerste wedstrijd in Bergamo, ja, gingen ze niet echt voluit. Dus dat is dan toch niet helemaal opgelost door dit nieuwe format, Ludo. Dat ploegen nog wedstrijden uitkiezen, want zo leek het ons toch. Ja, maar daarnet hebben we het gezegd, hè, die wedstrijd tegen Manchester City volgde. En aan de andere kant, je moet ook Atalanta Bergamo natuurlijk niet onderschatten, winnaar van de Europa League. Als je die ruimte geeft, denk ik ook wel dat die gevaarlijk kunnen zijn. Allee, dan zijn ze gevaarlijk. En dat zal Arteta ook wel in zijn achterhoofd hebben gehad, denk ik. Maar het zou kunnen. Ze hebben allebei gewonnen afgelopen weekend. PSG met 3-1 dus van Rennes en Arsenal met 4-2 van Leicester. Was wel een overwinning die laat tot stand kwam. Ja, maar het overwicht van Arsenal was eigenlijk overdonderend groot. 2-0 voorgekomen. Zoals dat ook van Paris Saint-Germain. Overigens, okay. Na 70 minuten is Luis Enrique beginnen vervangen. En is er nog een goal en nog wel een redding nodig geweest. Want dan werd het nog 3-2. Maar afgekeurd, het verschil, hè, die 3-2 nog. Ja, het verschil was reuze groot. En dat was eigenlijk ook zo in Arsenal tegen Leicester. Leicester die raakte geen bal.
werkelijk niets in de eerste helft. En dan ja, toch ineens een beetje een ongelukkige eerste tegengoal. 2-2 dan. En dan zijn ze, ja, wat ze de week nadien zelf hebben gedaan tegenover City. Ja, daar stonden ze nu tegenover. Tegenover een muur. Tegen City hadden ze wel een rode kaart, toch? Als ik me goed herinner. Ja. Het was met een man moeten in we Trossard. Wel... Ja, juist. En dus was het zoeken en proberen. En uiteindelijk het verschil gemaakt. Maar ja, het was wel een alles bij elkaar verdiende overwinning. Waar Trossard dan zijn rol speelde. Hè. Trapte dan tegen ook ex-Genk Wilfried Ndidi. Maar goed. Hij scoorde ook eerder in de match al. Ja, dus... scoorde eerder in de match. Een beetje matig verdedigen van Leicester. Ja, die waren echt nergens. Waar speelde Trossard? Qua positie eigenlijk? Ja, een beetje in de pocket zo speelde hij uiteindelijk. Het was ook niet dat hij de hele tijd op het voorplan plan trad, maar als je een doelpunt hebt gemaakt en je eigenlijk anderhalf doelpunt, hè, ja. dan heb je dat uitstekend gedaan. Maar wat nog het meest opvallende was de invalbeurt van die nieuwste sensatie. 17 zeker? Wat was het dan? Ja, 17. Een Waneri. Ja. Dus die kwam in. En hij had nu wel tijdens de week gespeeld. In de wedstrijd voor de League Cup had hij dan 2 doelpunten gemaakt. Tegen een of andere laagvlieger. Maar het was toch, want hij was ooit vorig jaar de jongste ooit in de Premier League. 15 jaar en 180 dagen of zoiets. Maar dan had hij eigenlijk nauwelijks nog gespeeld. Ergens nog een kwartiertje in februari. Dus hij viel in. Maar zijn eerste bal was een pegel op doel. Die moest gered worden. En ja, die begon te voetballen. Dus dat is de nieuwste sensatie die er zit aan te komen. Dat bracht wel nieuwe energie, nieuw leven in het aanvalspel van Arsenal. Maar goed, en als het niet lukt, hebben ze nog altijd de corners. Hè. Dat is dus fenomenaal. Dat was ook tegen City het geval. Dus ja, op een of andere manier altijd die hoekschoppen zijn razend gevaarlijk. Het was bij de 17e. Ja. De 17e corner. Dat ze uiteindelijk dan nog hebben. Dat gaan we nog eens moeten zeggen aan Wesley Sonck. Die er niet overtuigd door was door de corners vorig seizoen. Dat is een discussie van een tijdje. Ah, ja, okay, mensen ja, moeten maar even terugluisteren. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat het goed werkt. Vorig seizoen scoorde dus ook niet veel op. In de Champions League niet, maar in de competitie wel. Zoiets was het in elk geval. Peter, maar woensdag reis je dus door naar Birmingham voor Aston Villa tegen Bayern. Dat is niet zomaar een wedstrijd. Het is de tweede ontmoeting pas tussen de twee clubs. Maar de eerste die was behoorlijk memorabel voor de fans van Aston Villa. Growing up as a Villa fan, it's all every generation talks about. The songs we sing, most of them as 1982. And you go inside the stadium, the whole tent, everything's 1982 related. And people might call us obsessed living in the past, whatever it is, but you win Europe's top tier club competition, you're going to celebrate it forever and ever. And Villa are a select few teams in this country to have won it, so we're going to celebrate it. Ja, Peter Ludo, dit was een fan van Villa die we hoorden. Deze quote heeft natuurlijk wat context nodig. 1982, hoe oud waren jullie toen en wat weten jullie er nog over de winst van Villa in? Moet ik dat echt zeggen, Rotterdam. Hoe oud ik was? Dat mag, je hoeft niet. 18 jaar. En 18 jaar. Ik denk dat Aston Villa toen in de halve finale ook Anderlecht heeft uitgeschakeld, niet? Het grote Anderlecht van Tomislav Ivic. Ja. 1-0 verloren Anderlecht in Birmingham. 0-0 thuis. Waren jullie daar zij al bij die wedstrijd? Nee. Typische Tomislav Ivic-wedstrijd. Er kwam ook nog een supporter midden het eindoffensief. Een supporter in het strafschopgebied gerold op het penaltypunt. Gerold. Ja, die kwam daar vallen. Op andere manier dook die daarop. Want anders had Anderlecht de finale kunnen spelen tegen Bayern München. Het was dus inderdaad de finale van Europa Cup 1, 1982. In de Kuip. Het was in de Kuip. En dat was een groot Bayern München. Hè, met Roemenigge, met Heunes. Dus allemaal grote vedetten en sterren. Anderlecht ook, hè, met Koek en Verkouteren. En hoe is speler van Aston Villa, Jana? Gray, denk ik. Andy Gray kende. Kijk, ik heb de opstelling hierbij. Ja. Andy Gray zie ik niet staan in de selectie. Maar het kan zijn dat hij er wel bij was. Nee, dan zou ik geen idee. Het was een mega gemiste kans toen. Want Club Brugge had het al gedaan natuurlijk. En Anderlecht, ja, dat was de grote droom van Constant van der Stok. Om eindelijk eens de finale van Europa Cup 1 te spelen. En dichter zijn ze natuurlijk nooit bij geweest. Want Anderlecht was eigenlijk favoriet. In die dubbele confrontatie. Dat waren de krachtsverhoudingen toen in het Europese voetbal. Ja, dat is nu een beetje veranderd. Maar Aston Villa bleef wel een onverwachte winnaar natuurlijk. Ik heb vanmorgen nog eens gewoon de samenvatting bekeken, mannen. Mm-hmm. Het voetbal van toen, dat is onwaarschijnlijk. Het is 42 jaar geleden, je kan dat niet meer vergelijken. Nee. Hè? De manier waarop er gevoetbald werd, Ludo. Ik zou zeggen, het was veel leuker om naar te kijken, of niet?
Goh, dat weet ik eigenlijk zo niet. Zo open en de ene kans na de andere. Spektakel, kansen. Nou ja, er werd nog niet zo tactisch nagedacht als nu, toch? Alhoewel, Ivic werd toen toch al wel neergezet als tactische trainer. Die speelde 5-4-1. En alleen Kenneth Brille liep vooraan en de rest stond allemaal achteraan. Dat was vloeken in de kerk op Anderlecht toen. Vloeken in de kerk. En hij won altijd met 1-0 en 0-1. Waaier af alle letteren dan. Ja. Terwijl dat was natuurlijk een kortzichtige evaluatie van het werk van Tomislav Ivic. Want als het begon te marcheren, was dat gewoon ongelooflijk spectaculair. Maar binnen Anderlecht was dat toen niet alleen revolutionair, maar ook nat dan. Ja, er werden ook spelers met heel veel kwaliteit in het veld opgestuurd, met Ian Opdracht. Die moesten dan op die positie blijven. Ik denk aan Ludo Koek, denk ik, die er toen nog bij was. Koek was erbij. Ja. Dus dat werd niet geaccepteerd door het Anderlecht. Maar er werd ook, ik weet niet of het in die wedstrijd was, geschopt bij leven. Hè? Ja, dus absoluut. Je kon ook tackles hebben op ooghoogte. Hè? Dat viel me ook. Je moet heel maar eens terugkijken naar de finale van Anderlecht in 90 tegen Sampdoria. Ja. Sorry, maar de wedstrijd wordt gestaakt wegens te weinig spelers. Dat viel me in die 8 minuten, want ik heb niet de hele match kunnen bekijken. 8 minuten samenvatting, dat was inderdaad ook de ene overtreding. Natuurlijk. En redelijk pittig. Ja, natuurlijk. Maar het is wel leuk om een keer te doen als jullie vanmiddag 8 minuten. Weet je nog wie de doelpuntenmaker was? Het was Peter White die scoorde in minuut 67. Maar de doelman van Villa, die moest invallen eigenlijk na 9 minuten. Spink, Nigel Spink, als jullie dat nog iets zeggen. Die viel in, die heeft blijkbaar daarna nog 10 jaar eerste keeper geweest van Villa. Die moest invallen voor de geblesseerde eerste keeper en die heeft er wel heel veel van Bayern gered. Dus het was toch een beetje gevleid, denk ik. Ja, en Aston Villa moet het jaar daarvoor toch landskampioen geworden zijn was kampioen, in Engeland. Want toen mocht alleen maar de landskampioen meedoen aan de voorganger van de Champions League. Ik ben even aan het nadenken. Kampioen, of waar zijn... Tweede kan niet. Maar je mag er naartoe, Peter. Birmingham, Ik vind dat geweldig. Ben je er al geweest? Ik ben wel in Birmingham geweest. Ja. Dat was dan een wedstrijd van Club Brugge. Bij de buren. Ja, Club Brugge speelde lang geleden een keer tegen Birmingham. Daar was ik toen bij. Maar zoals ik vorig jaar voor de allereerste keer naar Newcastle ben geweest, was een geweldige wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Een beste match van de hele campagne, denk ik, Newcastle. Verwacht ik dat Aston Villa mij nu dezelfde onvergetelijke ervaring bezorgt tegen Bayern München. En ja... Als je kijkt naar die supporter, zo zijn er daar 30 of 40.000. Dus voor hen is dat na, 44 jaar opnieuw Europees voetbal en in de Champions League. En Bayern München komt op bezoek en Vincent Kompany zit kan op de bank. Kan niet mooier geschreven worden. Ja, nee, dat is toch... Dat algoritme, druk op de knop van Cristiano Ronaldo, dat was toch goed geregeld. Ja, dus ik kijk daar echt naar uit. En Aston Villa heeft, ze waren nu niet geweldig. Ik heb nu al een uurtje gekeken. 2-2 gelijk gespeeld afgelopen weekend. Ja, 2-2. Dus eerst wat overpowered geschifte doelman Martinez had een paar echt goede reddingen nodig. Mm-hmm. Dus die 2-2 was een correcte weergave. Maar goed, bij Ipswich, dat is een beetje hetzelfde verhaal. Die zijn dan na een eeuwigheid weer teruggekomen op het hoogste niveau. Elke thuiswedstrijd is daar ook een geweldig feest. Dus het wordt niet zo evident voor de grote teams om daar te winnen. Maar in principe is het ook echt een leuk, goed voetballende ploeg. Aston Villa, dus als die en Vincent Kompany gaat voetballen. En ik zou zeggen... Villa ook maar. Dus voilà, daar verwacht ik veel. Mm-hmm. Ik hoop dat ik niet op donderdagmorgen teleurgesteld zal worden. Ja, ze hebben allebei heel vlot gewonnen op de openingsspeeldag. Aston Villa 0-3 bij Young Boys. En Bayern heeft 9-2 gewonnen van Dynamo Zagreb. Ludo, we kunnen ook gerust wat water halen voor jou, als dat nodig is. Ik kan het vragen aan de collega's in de regie. Ja, dat kan wel. Een kikker in de keel, dat overkomt de beste. Peter, 9-2 voor Bayern. Is dat... goed voor de Champions League of niet? En die trainer die er achteraf over kloeg en ontslagen werd... En ontslagen werd. Je zag aan zijn gezicht bij de handshake met de Kompany dat hij gewoon boos was. Dat hij dacht, van was dat nu echt nodig? Maar dat is het nieuwe spel van Kompany. Dat is ook waarom hij al maar meer, na elke wedstrijd, meer geprezen wordt. Namelijk, in vergelijking met Tuchel, dat wordt nu gemaakt, die vergelijking met Tuchel. De energie, de passie, de drive die hij in het hele elftal steekt. En dat is wat ze op de tribunes ook graag zien. Dat is dat ze blijven spelen, ook als het al 5-2 staat of 6-2. Proberen er nog een paar bij te maken. En oké, voor de Champions League, Ik heb ooit een afscheidswedstrijd van Johan Cruijff in het Olympisch Stadion in Amsterdam. En die ging daar winnen. Het stond 0-8. Die speelde gewoon Ajax volledig weg. Het was het feest van Johan Cruijff. En dan in de laatste minuut denk ik dat...
Ik denk zelfs Johan Cruijff nog een doelpunt heeft mogen maken. Het is uiteindelijk 1-8 geworden. Dus het is ook een beetje Bayern München, denk ik. Maar nou, dat is gewoon de realiteit van het Europese voetbal. Het enorme klassenverschil tussen de allergrootste, namelijk Bayern München en City en Real enzovoort. En dan ja, de lagere middenklasse, waartoe Dynamo Zagreb behoort. Dus als die inderdaad doorduwen, ja, dan krijg je dat. We hebben ook sinds deze Champions League campagne, Peter, een rubriek gelanceerd op social media. Vraag het aan onze analisten of experts. Een vraag voor jou, in verband met die wedstrijd, Aston Villa tegen Bayern. Vraag die van Thomas komt. Zal Vincent Kompany beter doen dan Pep Guardiola bij Bayern? Ja, dat is niet zo simpel. Dat is niet zo simpel. Hij is in elk geval uitstekend begonnen. Hij doet in alle opzichten, herinnert hij de Duitsers aan de periode Pep Guardiola, na toch een paar saaie jaren met ook bromberen als Tuchel en in mindere mate Nagelsmann op de bank. Maar ik wil toch even in herinnering brengen dat niet qua resultaten van de Champions League niet gewonnen, maar de periode Guardiola bij Bayern München, dat was adembenemend. Het voetbal dat ze spelen, en Kompany is op weg om dat ook te doen, het is nog maar pril natuurlijk in het begin van het seizoen. Alleen is hij drie keer toch drie keer kampioen geworden van Duitsland, dus dat moet dan ook. Twee keer de beker gewonnen. Mm-hmm. Had al 2K voor clubs gewonnen, de Europese Supercup. Alleen telkens gestuit in de halve finales, drie keer door landgenoten, alle drie een keer, een keer Real, een keer Barcelona, een keer Atletico en van Pep Guardiola. En in de wedstrijd in Camp Nou, zijn Camp Nou, herinner ik mij, dat hij dus ging verdedigen tegen Messi, Neymar, Suarez, op de middenlijn. Stonden op de middenlijn. Herinner ik me nog dat Gerst Vrij is geschift. Hij heeft het na een minuutje of 10 en 4 doorbraken wel een beetje bijgestuurd. Maar dat is wat Guardiola ervan heeft weerhouden om die prachtige periode ook om te zetten in minstens toch 1 keer winst in de Champions League. Dat was dat hij, wat hij heeft afgeleerd ondertussen, altijd wel iets raars moest doen wanneer het er echt om ging. Namelijk dan een of andere zet tactisch, waardoor iedere dag, zoals hij met nog in de finale van de Champions League tegen Chelsea heeft gedaan met City. En dus ik zou zeggen, als Kompany dat dan niet doet, kan hij misschien wel de Champions League winnen. Mm-hmm. En als hij moet natuurlijk kampioen worden, zolang hij daar is, elk jaar kampioen. Maar heeft Kompany dat ook niet een beetje? Ja, doen zo. Dus ik zou zeggen, doe het niet. En dan ziet het er wel naar uit. Maar dus om op de initiële vraag te worden, ja, dat zal toch niet zo simpel zijn. Nee, we gaan het geven en we gaan duimen. Het zou mooi zijn, natuurlijk. Kijk, de manier waarop hij eraan begonnen is. Hè? Toch in een bad van twijfels, om het zacht uit te drukken. Ja, en ik heb vanmorgen nog de Duitse kwaliteitskranten gelezen. Ja, die zijn er helemaal wild van. Hè? En zelfs de bromberen op de eerste verdieping, die nooit tevreden zijn. Voorlopig wel. Met name Heunes en zo. Ja, die houden weer van hun ploeg, van hun club. En van het voetbal dat er gespeeld wordt. Hè. Bayern won niet van Leverkusen. Ze creëerden ook wel niet al te veel kansen, moet ik erbij zeggen. Oké, die dubbele tegen Lat en Paal van Gnabry. Maar hoewel ze heer en meester waren, de hele wedstrijd lang. Dus niet dat ze 5 doelrijpe kansen hebben gecreëerd. Maar ja, daverende ovatie van het thuispubliek. Ondanks 1-1 als eindstand. Zeker. Ludo, Kompany bij Bayern, is dat ook iets wat jou bezighoudt? Kijk je nu bijvoorbeeld elke wedstrijd naar Bayern, wat je misschien vroeger niet deed? Of elke wedstrijd is overdreven, maar ik probeer het toch zoveel mogelijk te volgen. En wat is jouw eerste indruk na een dikke maand en al? Ja, ik hou altijd nog wel een beetje reserve. Natuurlijk, hij doet het uitstekend. Hij heeft ook uitstekende speels. Ik geloof ook wel in Kompany bij Bayern München, omdat hij uitstekende speels en het spel zal kunnen spelen dat hij wil spelen. Hè, wat hij bij Anderlecht soms deed met spelers waarvan je dacht, ja, dat gaat niet lukken. Maar het is vooral die Champions League dat ik zou willen zien hoe dat hij het daar presteert. En dat hij toch, en dat heeft hij in de competitie ook al eens gedaan, zo na 2 speeldagen, dacht ik, dat hij een paar spelers begon te verschuiven. Waarvan ik dacht, ik wil hier laten zien dat ik ook tactisch sterk ben. Dat hij dat alsjeblieft achterwege laat. En dat hij gewoon probeert met een solide basis elke keer die wedstrijden te winnen. En niet dat hij de wedstrijd moet winnen. Maar dat winnen ze op bezoek bij Aston Villa, wat denk je? Ik denk wel dat ze dat gaan winnen. Je denkt het wel. En jij, Peter, heb je ook
Ja, toch. Emery is ook een goede coach, hè? Ja, toch niet helemaal zeker van. En de verdediging zal ook wel eens blijk moeten geven van grote standvastigheid. Die is eigenlijk ook nog niet echt getest. En je had kunnen zeggen, tegen Leverkusen had dat gekund, maar ja, is eigenlijk niet gebeurd. Maar dat had ermee te maken dat ze natuurlijk hoger in het veld overrompelend baas waren. Die pressing, ja, als je daar Leverkusen kan mee versmachten. Nu, Alonso is wel een coach die al wel een keer zijn elftal aanpast. Deed hij in de finale tegen Atalanta eigenlijk ook. Defensievere inslag. Dus dat kan wel een keer gebeuren. Maar ja, toch niet vanzelfsprekend, denk ik. Ik wens je veel plezier in Engeland, Peter, deze week. En Ludo, jou wens ik veel plezier met onze Multilife. Want die is er natuurlijk opnieuw op dinsdag en woensdag. Dankjewel voor jullie komst, mannen. Lille, Real Madrid, PSV, Sporting, Benfica tegen Atletico, Leverkusen tegen Milan. Er zijn zoveel wedstrijden die we nog niet eens hebben aangeraakt. Maar dat doen we natuurlijk wel in onze tv-uitzending. Afspraak 2 maal dinsdag en woensdag om 8:15 voor onze Champions League Multilife. Tot dan. We'll be right back.